Het eerste tijmenveldje in Montferland is een feit. De kersverse kunstgrasmat in Serenberg draagt de naam van Tijmen. Een speler van de voormalig voetbalclub MVR die 5 jaar geleden overleed door een ongelukkige botsing tijdens een wedstrijd. Voor de vader van Tijmen was het een heugelijke dag. En het is een opmaat naar veel meer. Ook wel onwerkelijk. Het is ook heel bijzonder om de naam van je zoontje hier op het veld te zien staan. Maar het is ook wel hartstikke mooi dat we iets kunnen terugdoen voor de maatschappij, voor de gemeenschap. En de kinderen hier hebben ontzettend veel plezier van aan lollen. Dus er wordt nu al zo ongelooflijk veel gebruik van gemaakt. Als het aan de ouders van Tijmen ligt, blijft het niet bij dit veldje. Er zijn grootse plannen voor meer plekken die de naam van hun zoon moeten gaan dragen. We willen gaan kijken of we met de gemeente samen naar nieuwe locaties kunnen zoeken. En een van de ideeën, dat is niet dat het definitief rond is, maar ook bij de nieuwe school, komt hier een nieuwe lagere school. Kijken we daar samen met de school ook iets kunnen gaan doen. Dat lijkt ons heel erg mooi, maar er zijn ook andere prachtige speelplekken in Serenberg te verzinnen. Waar we ook iets dergelijks zouden kunnen realiseren. Serenberg is dat betreft groot genoeg. Ook inwoners van andere plaatsen dan Serenberg kunnen zich bij Stichting Tijmen voor het Goede Doel melden met ideeën. Via de website van de organisatie kan ook geld gedoneerd worden om nieuwe speelplekken te realiseren. De Montferlandse wethouder juicht de initiatieven en het enthousiasme van de stichting toe. Ja, daar kan je alleen maar trots op zijn, hè? Kijk, vaak komen de mensen met de vragen naar ons toe. En nu is het geboren binnen een stichting en doen mensen het met elkaar. Dus ja, dit helpt iedereen, want dit is hetgene wat de mensen eigenlijk graag willen. Zelf organiseren en wij kunnen dan een beetje ondersteunen. De naam van Tijmen leeft zo voort in Montferland. Eerder werd ook al een jaarlijks internationaal voetbaltoernooi opgestart dat vernoemd is naar de jonge voetballer die op 13-jarige leeftijd om het leven kwam. Wethouder Nijland is blij dat het Tijmenveldje een vervolg krijgt. De stichting die is meer succesvol als dat ze waarschijnlijk 5 jaar geleden hadden gedacht. En dus kijken ze nu ook verder van niet alleen een veldje, maar hoe kunnen we ook misschien met wat kleine attributen kunnen dat de plek bieden. Want dat is hun doel, hè? Zo makkelijk mogelijk jongeren kunnen laten sporten. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi streven. Speelplekken waar kinderen even de ellende van thuis kunnen vergeten die het thuis wat minder breed hebben. Daar gaat het ons primair om. Zijn vader weet wel wat Tijmen ervan had gevonden als hij zag dat er een voetbalveldje naar hem is vernoemd. Apetrots, ik denk dat hij ook meelacht nu boven. En zijn vriendjes zijn hier ook. Ik zag een paar vriendjes hier net rondlopen van destijds. En dat is wel heel mooi om na 5 jaar dat nog te zien. Dat die jongens ook wel nog steeds betrokken zijn.